eind oktober. Het is nog vroeg. Wat bewolkt, oostelijke wind, dat belooft wat. De vogeltellers op en top voorbereid. De najaarstrek is in volle gang. 12 kauwen. Vaak komen ze met honderden tegelijk. Dat valt wat tegen. Rietganzen, ook wat weinig. Maar de wind is gaan liggen, dat zal de reden zijn. Nog een groepje. Tundra of taiga-rietganzen, lastig te onderscheiden. Na hun lange vlucht uit het hoge noorden, eindelijk op hun overwinterplek. Houtduiven, helemaal uit Scandinavië en de kop van Duitsland. Op een topdag vliegen ze met honderdduizenden tegelijk, het zonlicht dicht. Wat een spektakel, je hoort ze dan gewoon flapperen, hoog boven je. Vandaag is de oogst wat mager, maar ze zijn weer thuis, op de zandgronden. En dan te bedenken dat er hier jaarlijks zo'n 500.000 vogels geteld worden. Daarmee is deze vogeltelpost een van de betere in het binnenland. Als schrale troost een buizerd. De vogeltrek, even veranderlijk als het weer.